Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft vandaag haar klimaatkennisdatabase Dondru gelanceerd. Volgens minister Silvano Tjanahing is dit databasesysteem bestemd voor deskundigen en het brede publiek. Suriname zit in de top 10 landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatsverandering. Om ervoor te zorgen dat mens, plant en dier worden beschermd, is er data nodig. En hier komt het klimaatkennisdatabasesysteem goed van pas, zegt de bewindsman. We hebben dus zo'n database, een knowledge database noemen we die, die we vandaag launchen. Het is niet bedoeld voor wetenschappers alleen. Het is zeer gebruikersvriendelijk. Dat hebben we bewust gedaan, omdat wij vinden dat we ook met betrekking tot deze data, klimaatdata, ook met betrekking hiertoe, moeten wij openheid betrachten en moeten we transparant zijn. Deze data, niet alleen beleidsmakers hebben recht om te zien wat er gebeurt. Het hele volk heeft er recht op. Omdat klimaatverandering effect heeft op het hele volk. Niet alleen dit volk van Suriname, maar op de hele wereld. Wanneer we praten over klimaatverandering, dan praten we niet over grenzen. Landsgrenzen tellen niet. Vandaar dus dat wij hebben gemeend om dit systeem aan u te presenteren vandaag. We willen het zoveel mogelijk bekendheid geven. Volgens Donovan Bogor van de afdeling Milieu Informatie Management van het NIMOS proberen zij met dit systeem een centrale bron van informatie beschikbaar te stellen ten behoeve van het Surinaams publiek en internationale belangstellenden. Directeur Milieu Ritesh Sarju zegt dat er voor verschillende doelgroepen van de samenleving een serie van bewustwordingsprogramma's komen over klimaatverandering. In het verleden werd vaak aan het NIMOS gevraagd, waar kunnen we belangrijke milieuinformatie halen? Is er een in het Engels noemen we het een repository. Het is eindelijk zover en dankzij de coöperatie die wij hebben gesloten met IDB en ook naar aanleiding van dus de State of the Climate rapport. We willen ook met jonge mensen bezig zijn. We hebben het gevallig, onlangs waren de jongeren van Galibi op bezoek bij het ministerie. En ze hebben concreet aangeboden dat ze hun communities willen informeren over klimaatsverandering en dat ze zelf willen bijdragen. Wel daar, we hebben wat middelen gereserveerd voor de jonge mensen. Dat ze zelf de boodschap gaan brengen naar hun doelgroepen. Dus middels, weet je, we gaan projecten ontwikkelen en we gaan ervoor zorgen dat zij zelf ernaartoe werken, middels, weet je, pakkende boodschappen, dat ze de jeugd en de communities daar gaan informeren. We gaan op elk niveau bezig zijn, of het nou kinderen zijn, of het nou general public. We gaan zoveel mogelijk proberen awareness te brengen. Minister Tjanahing is van mening dat de extreme wateroverlast die wij momenteel meemaken een tipje van de sluier is als het gaat om klimaatverandering.